First target was reaching the group stage. Second target is continuing, go to the knockouts. And now we made it a goal for us to go to the eight final. So if we can beat Famagusta, we're sure of the first place in the Conference League, in the group stage, and we go to the eight finals. So that's our goal for that game. One of five teams to have secured a top two finish and at least a place in the knockout round playoffs. First place in Group B is now the aim for Ghent after rescuing a point against Partizan on match day four. Their achievements are down in part to a duo who have combined on no less than three separate occasions, a relationship that began 13 years ago. Ik ben Hein van Haasbroek, coach van KA Gent. Ik ben Sven Kums, middenvelder en vice-aanvoerder van KA Gent. Ik speelde bij Anderlecht in de tijd, bij het tweede team. Toen de coach mij is komen halen, toen hij coach was bij Kortrijk. Hij heeft absoluut bijgedragen aan mijn ontwikkeling als je zo lang samenwerkt. Zoals hij zegt, ik was in het begin van mijn carrière zeker niet de speler die ik nu was. Dus hij heeft daar een ontzettend grote aandeel in gehad. Sven is altijd de kapitein op het veld. Hè. Hij gaat altijd voorop in de strijd, geeft nooit op, pakt iedereen mee. Ik zou graag veel meer mannen hebben van type Sven. Want dat is plezant werken, dat weet je. Je weet wat je eraan hebt en je weet wat je er altijd kunt op rekenen. Dus dat is voor mij als coach altijd een fantastisch gegeven. The pair have experienced success on the continent before, with runs to the round of 16 in both the UEFA Champions League and Europa League to draw on. Confidence is high in Belgium that the Buffaloes can continue their charge. We hebben hier inderdaad al veel momenten meegemaakt, Europees. De fans er wel altijd zijn, ook nu in de Conference League. Ja, ik denk dat het een leuke competitie is. Ja, tegen ploegen die toch wel niveau hebben. Niks is uitgesloten. Hè. We hebben in het verleden ook grotere clubs geklopt. Ik heb er al een hekel aan. Mensen die zeggen, spelers ook, want die bestaan ook. Spelers die zeggen, ja, het zou mooi zijn, moesten we de kwartfinale halen. Je wil altijd maar verder gaan. Hè. En wie het ook is, dan push je. Je gelooft erin dat je destijds ook Valencia, Lyon, Tottenham kon uitschakelen. Dus dat geloof moet er absoluut zijn. Het is uiteraard niet evident om zo'n grote clubs uit te schakelen, maar je moet er wel altijd in geloven.